iedereen. Het is vandaag maandag en dat betekent dat het vandaag tijd is voor een iets gezonder recept. En met de super goede weersvoorspellingen van morgen leek het me leuk om aan de slag te gaan met een op en top zomers recept. En wij gaan vandaag granita maken, oftewel Italiaans waterijs. En dat ga ik doen met frambozen. Dit zijn letterlijk alle ingrediënten die we nodig hebben voor het maken van het Italiaanse waterijs. Zoals ik net al zei, ga ik hem maken van frambozen. Ik heb hier 250 gram frambozen. Mocht je hem liever met ander fruit willen maken, dan kan dat ook. Bosbessen of blauwe bessen zijn heel erg lekker. Bramen kunnen zelfs ook. Watermeloen, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik gebruik een halve citroen. Dan heb ik hier 150 gram kristalsuiker en 250 milliliter water. De suiker en het water gaan we siroop maken. We hebben uiteindelijk maar de helft van de siroop nodig. Dus mocht je nog restante fruit in de koelkast hebben liggen, 250 gram, dan kun je ook nog even een ander waterijsje maken. Ik ben even verhuisd naar het gasfornuis en daar zet ik het pannetje met water op een vuurtje. En ik doe de suiker daar alvast bij. En dit ga ik zo meteen doorroeren totdat het een siroop is geworden. Nou, terwijl de suiker en het water aan het koken zijn en de siroop aan het worden zijn, doe ik vast het sap van de halve citroen bij de frambozen. Ik vang de pitjes op met mijn hand. En dit ga ik met behulp van een staafmixer pureren. Ik heb de frambozen met citroensap gepureerd, maar omdat frambozen zoveel pitjes bevat en dat gewoon niet lekker is in het waterijs, ga ik de puree nog even zeven. En dat doe ik gewoon in een zeef. En met de achterkant van een lepel druk ik die puree er doorheen, zodat er alleen nog maar mooie gladde, wat is het eigenlijk, frambozensaus ontstaat. Kijk, je kunt het hieronder al zien. Nou, al het frambozensap is eruit gelaten. Wat nog over is, is echt een dikke pasta met voornamelijk frambozenpitjes. Dus dit doen we gewoon weg. Even aan de kant. Kijk, nou hebben we hier gewoon een hele mooie frambozensap slash puree zonder pitjes. En ik heb hier dus die suikersiroop. De suiker is helemaal opgelost in het water. En dit voeg ik aan de frambozenpuree toe. Ongeveer de helft van alles. En dit roer ik even door. En nu ga ik even een bak pakken waarin ik dit kan gieten. Ik kon helaas geen kleiner bakje vinden dan dat, dus dan moet het maar even zo. Maar ik schenk die frambozenpuree slash sap slash wat nog waterijs moet gaan worden in de bak. En zoals je ziet is het nu nog heel erg vloeibaar, dus dit gaat de vriezer in. Ik denk dat het ongeveer een uurtje of vier nodig heeft voordat het echt heel mooi waterijs is. Maar wat belangrijk is, is dat je ieder half uur even met een vork door die bak heen gaat. Zodat er echt van die schilfers worden en dat het niet één klomp ijs wordt. Want het moet echt van dat geraspte waterijs worden. Dus ga er wel echt, houd dus even goed in de gaten. Oh ja, dit mag trouwens gewoon onafgedekt de vriezer in. Nou, als je dan de afgelopen paar uur heel netjes elke keer je granita hebt geschraapt met een vork, dan ziet hij er na een paar uurtjes zo uit. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is hem in leuke glaasjes scheppen, lepeltje erin en proeven. En natuurlijk kun je er nu nog vers fruit aan toevoegen, maar heel eerlijk, ik vind hem zo eigenlijk het allerlekkerst. Zoals je hem net hebt kunnen zien zijn ze klaar en ik kan natuurlijk niet wachten om de granita's te proberen. Zeker niet nadat ik elk half uur heel netjes het ijs heb geschraapt met een vork. Je kunt dit natuurlijk op tal van manieren serveren. Je kunt het serveren als onderdeel van een toetje. Maar persoonlijk vind ik dit als toetje aan zich of als snack. Zeker met het warme weer, wat ze morgen voorspellen, echt perfect. Maar deze frambozen variant heb ik nog nooit gemaakt. Dus laten we even proeven. Oh, als je fan bent van waterijs. Als je toe bent aan verkoeling. Als je frambozen heel erg lekker vindt. Of gewoon zin hebt in een lekkere, maar niet al te ongezonde snack. Dan is deze granita echt perfect. Zoals ik in de video al zei, kun je tal van soorten fruit gebruiken. Ik denk dat die met blauwe bessen of met bramen ook heel erg lekker is. Deze frambozen variant is in ieder geval super lekker verkoelend. En perfect voor het mooie weer van morgen. Mocht jij aan de hand van dit recept nog vragen hebben, stel ze dan gerust. En heb je suggesties voor andere recepten die zomerproof zijn, die ongezond zijn of gezond zijn, maakt niet uit. Laat ze dan nog zeker even weten, want ik vind het heel erg leuk om aan de gang te gaan met jullie vragen en suggesties. Maar nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik zie je aankomende donderdag weer en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal.